Goedemorgen allemaal. Het is mooi om te zien dat er zoveel deelnemers zijn. Dat zegt ook iets over het onderwerp, dat veel mensen daarin geïnteresseerd zijn. De agenda voor vandaag. We starten met een korte toelichting op traditionele vision. En ik noem het even traditionele vision. Dat klinkt misschien wat oud, maar het is even een onderscheid aan te geven tussen de huidige vision, mogelijkheden die we hebben en deep learning. Hierbij willen we laten zien dat traditionele vision nog steeds heel belangrijk is en dat deep learning niet de standaard vision vervangt, maar veel meer complementeert. Daarna gaan we kijken waarom deep learning, waarom wordt hier enorm in geïnvesteerd, ook door Cognex, en wat doen we nu anders dan bij traditionele vision. Dan gaan we kijken naar een praktijkvoorbeeldje. Remco zal dat laten zien, hoe je een bepaalde applicatie oplost met de traditionele vision. En daarna ongeveer dezelfde applicatie met de mogelijkheden van deep learning. En je zult zien dat je met het standaard vision al heel ver kunt komen. Maar dat deep learning net even wat extra gemak geeft en mogelijkheden geeft die traditionele vision weer niet heeft. En daarna bespreken we de typische applicaties. Waar is deep learning nou voor geschikt of toepasbaar? We hebben een hele mooie set aan white papers. Deze white papers die zijn ook korte termijn, als ze nog niet opstaan, te downloaden van onze website. Waarin wordt beschreven hoe vision werkt voor u, maar waar ook al deep learning het een en ander over staat. En die zijn dan ook beschikbaar. Wat is nu traditionele vision? En het is eigenlijk gebaseerd op van tevoren vastgestelde regels of codes, waarbij je aan de hand van beeldtools, je kunt allerlei tools die in de software, in de eenvoudige Easy Builder software bijvoorbeeld van Cognex zijn ingebouwd, gebruiken om patronen te herkennen, pixels te tellen, overgangen te bekijken, zodat je een plaatje kunt analyseren en daar kunt een goed of fout aan kunt geven. Er zijn nog heel wat zaken waarbij we traditionele vision echt ook nodig hebben. En die we ook niet kunnen oplossen met deep learning. Maar daar is straks over iets meer. Als ik kijk naar het plaatje hier links onderin. Dan is dat bijvoorbeeld een plaatje met een heel goed contrast. En waarbij we de krachtige PetMax tool of PetMax Redline tool kunnen gebruiken. Om het onderdeel te lokaliseren. En het is een hele sterke en snelle tool om voor eigenlijk onderwerpen, onderdelen die redelijk voorspelbaar zijn. Dus die elke keer ongeveer hetzelfde zijn. En het hele nauwkeurige meten op pixelniveau, nou, daar is de PetMax tool uitermate geschikt voor. Hier ziet u een voorbeeld van datamatrixcode. Dit is nog steeds het decoderen van zo'n datamatrixcode wordt nog steeds met het standaard vision gedaan. Dat doet deep learning niet voor u. Wel is het een heel mooi krachtig tool dat de traditionele vision gecombineerd kan worden met een deep learning tool. Daar gaan we straks ook even wat van zien. Hier heb ik nog een ander voorbeeld voor hele precieze metingen. Op dit plaatje ziet u eigenlijk een vergroting, een uitvergroting van een PCB. De pinnen op de plaatjes die worden hier gemeten. En hier wordt eigenlijk gesteld dat als een pinnetje breder is of smaller is dan 10 pixels, dan is het niet oké. Dus dit zijn nog typische metingen en vormen waarbij de, dus aanhalingstekens, traditionele vision technologie nog steeds gebruikt wordt en heel krachtig is en snel is. Nou, wat is deep learning dan anders dan traditionele vision? Ik ga dat even proberen toe te lichten aan de hand van een misschien kinderlijk, maar eenvoudig voorbeeld. En dat doe ik aan de hand van wat plaatjes. Ik ben rijke bezit. Nou, bezit zou ik niet willen noemen, maar ik mag opa zijn van een prachtige kleindochter. En als ik die kleindochter een plaatje laat zien, zoals dit, van een huis, dan kan ik haar vertellen, dit is een huis. Het heeft rode stenen, een schuin dak. Het lijkt op een huis, het is een huis. Dus ik leer haar dit ook, dit is een huis. Maar wat gebeurt er nu als ik haar een ander plaatje laat zien? Een tweede huis. Het is heel anders, het is van hout, het heeft een andere vorm, et cetera.
Mijn kleindochter zal waarschijnlijk zeggen, ja nee, dat is geen huis, dat andere plaatje, dat was een huis. Toch stel ik haar, nee, dit is ook een huis. En ze zal dat van me aannemen, dit is ook een huis, gelukkig maar. En op die manier bouwt ze eigenlijk een soort geheugen op, net als met memory plaatjes. Oh, nou, dat is dus ook een huis. En dan een uitdagende plaatje. Ik laat haar een huis zien en vertel haar, kijk, dit is ook een huis. Het is wel heel modern, het ziet er anders uit dan het andere huis, maar dit is een huis. Nu bouwt ze in haar neurale netwerk, nou, dat zal ik haar niet vertellen, maar eigenlijk een netwerk op in haar hersenen, haar krachtige brein, dat die associaties legt met de verschillende plaatjes die ik hier laat zien. En als ik haar vertel, dit is een huis, dan zal ze dat van me aannemen, dit is ook een huis. En als ik dan ga naar een ander plaatje, dan zal zij mij kunnen vertellen, hé, opa, dit is een huis. Want het lijkt op die andere en ik kan je vertellen, dit is een huis. Nou, zo werkt het ook met deep learning. Dus je legt een aantal beelden naast elkaar. Je vertelt de beelden van dit is goed of dit is niet goed. En op die wijze kun je komen tot een hele krachtige verbinding, een soort netwerk, een algoritme dat zich aanleert, dit zijn de goede en dit zijn de minder goede. Nou, en aan het eind van de dag kan ik haar vragen, teken nou eens een huis, en ze zal het op haar eigen manier doen. En het zal er weer heel anders uitzien, maar ze heeft een beeld van een huis. We moeten natuurlijk wel consistent blijven, tot op zekere zin, want als ik een gebouw zou laten zien, dan ga ik haar natuurlijk een beetje frustreren, want dan wordt het heel erg ingewikkeld. Dus met deep learning natuurlijk ook een beetje een bepaalde consistentie moeten zijn. Als ik een flatgebouw laat zien, kan ik zeggen, ja, dat zijn allemaal huizen. Maar dat maakt het natuurlijk weer heel erg ingewikkeld. Maar dit is in principe de basis van deep learning. Wat is nou deep learning technologie bij Cognex? De flexibiliteit, de prestatie van het menselijk brein gaan we combineren met de betrouwbare en consistente werkingen van de traditionele vision. En door die combinatie krijg je eigenlijk een heel krachtig systeem, waardoor je nieuwe mogelijkheden hebt in de vision technologie. Nou, dan kom ik nog even bij het laatste plaatje voor mijn deel dan even in dit geval. En dat is eigenlijk iets waar we bij iedereen, ja, op allerlei manieren mee in aanraking is gekomen. Artificial intelligence, machine learning en deep learning. Allemaal begrippen, soms containerbegrippen, waar je van alles in kunt plakken. Als we het hebben over deep learning bij Cognex, en Cognex heeft dat de naam Vidi meegegeven, deep learning, dan zie je dat deep learning heel specifiek is. Het is een onderdeel van machine learning, waarvan machine learning weer een onderdeel is van artificial intelligence. Het is meer geavanceerd, deep learning deel, dat betekent dat deep learning zaken kan oplossen. Met deep learning kun je zaken oplossen die je eigenlijk met machine learning net niet kunt en met artificial intelligence niet kan. Dus Cognex applicaties kunnen zaken oplossen die echt wat meer de diepte ingaan voor heel specifieke toepassingen. Nou, een aantal van die toepassingen, mogelijkheden, gaan we eens even bekijken en Remco neemt ons daarin mee. Dank je Ronald voor je uitgebreide toelichting. Ik zal nu inderdaad een stukje verdieping geven over wat zijn nu typische toepassingen voor deep learning. Ik loop zelf al een kleine 25 jaar in de vision wereld rond en heb heel veel toepassingen gezien in het verleden waarvan ik dacht van hey, dit is gewoon heel lastig om met traditioneel vision op te lossen. Terwijl je het met het menselijk oog heel goed kunt zien. Nou, hier komt de kracht van deep learning heel mooi naar voren. En dat zien we ook in deze applicatie die ik nu met jullie deel. Dit is een applicatie waarbij een kras op een stuk metaal zit. Ik denk dat jullie allemaal de kras zien in het metaal. En die zien we dus hier lopen. En dat is heel lastig om dit met traditioneel vision op te lossen. Waarom? Nou, het contrast ten opzichte van de structuur van het metaal is er niet ten opzichte van de kras. De kras heeft dezelfde contrastwaarde als de structuur van het metaal. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik pak een paar blobtools en de filters eroverheen en ik ga die rechte lijn proberen uit te filteren. Ja, maar deze kras zit recht. Het kan ook een horizontale kras zijn, of diagonaal lopen, of onder elke hoek
Hoe ga je daar je algoritmes voor maken? Want die structuur van de oppervlakte, die is wel consistent in een bepaalde vorm, maar die is wel moeilijk om te definiëren in traditioneel vision. Als ik dus inderdaad de structuur, een 30, 40 beelden aanbied aan de Cognex Fidi Deep Learning, en daarmee de structuur dus in ga leren van het metaal, zal die de structuur als goed ervaren. Op het moment dat ik dan een kras voorbij laat komen, dan ziet hij, hé, dat is een andere structuur als ingeleerd is, dat is niet goed. Zo zien wij dat ook in ons menselijk brein. Wij zien een groot oppervlak met een afwijkende structuur ergens. Dat wordt door onze hersenen herkend, door ons eigen neurale netwerk. Het Cognex Deep Learning neurale netwerk zal dat op dezelfde manier doen. Die zal hier ook heel snel een applicatie, een herkenning eruit halen van wat goed en fout is. Als we nu verder kijken naar de applicatie die ik hier rechts in beeld heb gezet, bovenin de twee flessen. Op het eerste gezicht denk je van, nou, die flessen zijn identiek. Nou, die zijn niet identiek, die flessen. Die zijn juist niet identiek. Nee, want links zien we de 200 milliliter variant. Rechts zien we de half liter variant ervan. Dat moet herkend worden. Het is al dezelfde opdruk, dezelfde flacons, dezelfde structuur. Alleen er zit een andere schaling in. Ook de organisatie in de doos is iets anders omdat flessen groter zijn. Wat we dan kunnen doen is 20 beelden van de linkse fles voorbij laten komen. 20 beelden van de rechtse flessen voorbij laten komen. En wij vertellen tegen de camera, dit linkse is product A. De rechtse beelden, dat is product B. Ook al liggen die geroteerd, verschaald, een beetje krom. Deep learning zal die consistentie van de linkse en de rechtse kunnen vinden. En zal dan, als ik dus een random doos pak met kleine flacons, zal die perfect kunnen zeggen, dat zijn de kleine flacons. Hé, deze doos zijn de grote flacons. Dat is niet alleen met twee varianten, dat kan ik ook met 10 of 20 varianten uit gaan voeren. Waarbij je dus inderdaad een product aanbiedt en hij zegt, hé, dat is product A, dat is product B. Ja? Alsof inderdaad je dus inderdaad een goede sortering kunt maken daarin, met beelden die niet of bijna niet te programmeren zijn met traditioneel vision. Daaronder zien we die twee dozen staan. De linkse doos, er zijn allemaal actiestickers opgeplakt. De rechtse doos zijn actiestickers opgeplakt. En die stickers verstoren mijn beeld. Alleen als ik er zelf naar kijk, dan kijk ik naar de achtergrond. Dan zie ik daar die kleine doosjes in zitten. En dat zie ik links, dat zie ik rechts. En als ik nu zeg tegen Deep Learning, hey, dit is allemaal hetzelfde, dan zal die dus kunnen herkennen, hey, die grote sticker, dat is rommel, dat moet ik negeren. Ik moet kijken naar die andere lijnen. Dat doet Deep Learning zelf voor je. Er wordt een neuraal netwerk voor je gevormd, wat dus inderdaad dat stukje eruit haalt wat van belang is. Dat is nu het hele mooie van Deep Learning. Je toont hem beelden en daarop wordt een algoritme gevormd. Maar hoe zit dat dan met OCR? Nou, OCR is natuurlijk by far het meest vergende van neurale netwerken wat er is. Kijk maar als je kinderen gaat leren lezen. Kijk, Ronald vertelde net, zijn kleindochter, laat die vier huizen zien en ze kan een huis tekenen. En op je derde jaar, levensjaar kun je alle huizen tekenen, vier levensjaar. Als je gaat leren lezen, dan heb je echt wel een hogere leeftijd voor nodig. Kijk maar eens hoeveel tijd het kost om te leren lezen. Dat is ook met OCR-applicaties. Deep learning natuurlijk is uitermate geschikt voor het lezen van teksten, omdat het neurale netwerk dan heel goed gevormd moet zijn. Je gaat dan kijken naar detailonderdelen van een tekst. Als we nu kijken naar de tekst, die metalen tekst die op de achtergrond staat. Ik denk dat jullie allemaal kunnen lezen dat hier HWJM staat en spatie en 5H8. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. De voorgrond, die B1K10326, denk ik, 2I, is wat lastiger. Maar als ik jullie dit consistent laat zien, dit font is het, dan ga je dit inderdaad herkennen. Ook al is die contrastwaarde heel anders. Je hebt achtergronden die moeilijk zijn. Dat zijn perfecte applicaties met deep learning. Dit zijn applicaties die je met traditioneel OCR, traditioneel vision, gewoon niet op gaat lossen. Wat denk je van de chocoladeboos? Nou, als we willen weten of alle chocolaatjes in een doosje zitten, kunnen we dat perfect met traditioneel vision. We hebben een mooie Insight 2000, kunnen we gewoon al heel goed controleren of alle chocolaatjes aanwezig zijn. Sterker nog, als je een backlight erachter zet, krijg je mooie zwart-wit vlekjes, haal je dat er perfect uit met een heel simpel cameraatje. Applicatie van 10 minuten. Maar het gaat hier niet om die aanwezigheid van de chocolaatjes. Het gaat erom tellen of alle chocolaatjes juist aanwezig zijn. Oftewel 4 van de chocolaatjes aanwezig zijn met die strepen erop, zoals ik hier die witte heb. Maar als we kijken naar die witte chocola, die strepen die erop zitten, ja, en ik kijk naar diegene die midden onderin ligt, hier staan ze naast elkaar,
Hier zitten ook die streepjes op. En dan kan ik natuurlijk vertellen tegen mezelf, ja, met die strepen erop, hè, met een bepaalde hoeveelheid pixels, dit gaat niet werken met traditioneel vision. Waarom niet? Nou, daar zitten geen, ja, daar zitten consistentie, daar zitten streepjes overheen, maar hier ligt die aan de zijkant, die derde streep. Hier binnenin, bovenin, liggen ze netjes over elkaar heen, liggen ze scheef, niet eens parallel. Als we dus die varianten, die vier varianten die hierin zitten, inleren, dan gaat Deep Learning zien, hey, dit is de variatie in chocolaatje A. En ik leer de variantie van chocolaatje B in, dan gaat hij die variatie inleren. Dan kan hij toch twee producten die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn en traditioneel vinden, kunnen gewoon inleren. En hij gaat die subsets van die twee chocolaatjes gaat hij gewoon inleren. En hij kan dan vertellen, ik heb vier chocolaatjes van A, vier chocolaatjes van B. En ze liggen ook allemaal nog op de goede plek. Dus ik kan met deep learning herkennen, tellen en de positionering controle doen. Dat zijn al drie taken die ik kan doen middels deep learning. Daarnaast kan ik ook nog een cosmetische inspectie doen, want ik kan gelijk meenemen op het moment dat ik inleer dat een chocolaatje hier bovenop zo'n boontje moet zitten, en die zit er niet op, en ik leer hem in dat er wijzig moet zijn, en ik vertel dat als hij ontbreekt, dat het een afkeur is, kunnen we ook nog een cosmetische inspectie doen. Dus eigenlijk met deep learning koop je een 4-in-1 systeem. Dat al die vier applicaties zijn hier in deze chocoladedemo, die we vorig jaar al op de beursstand getoond hebben, kunnen we dat in één keer uitvoeren. En dat is een hele leuke, typische deep learning applicatie. Chocolaatjes zijn ondertussen op. Als we verder kijken, een andere applicatie. Ik kreeg jaren geleden de vraag voor het tellen van ampullen in een doosje. En een metalen bakje. Nou, dan denk je van, nou, dat is te tellen. Ik denk dat jullie dit allemaal lukken als ik het beeld stilzet om alle ampullen te tellen. Traditioneel vision, Petmax stoel eroverheen, maar kijk eens naar de kleurcontrasten, reflectieverschillen. Ja, met Petmax kwam ik op een 70-80% score. Als we inderdaad de belichting goed konden doen, meerdere elementen kanten aanlichten, met de Surface FX kwam ik wat verder, maar ik haalde nooit een 100% score. Ik heb dit getest met deep learning, ik heb daar 20 minuten aan besteed om te trainen, 10 minuten om inderdaad de laatste fine-tuning te doen, en binnen een half uur heb ik deze applicatie draaiende. En draaiende op een performance die ik na 2 dagen testen met gewoon traditioneel vision nog niet voor elkaar kreeg. Daar ligt hem ook de kracht in deep learning. Want ik had er eentje die niet gevonden werd. Dat zag je er straks voorbij komen in een van die beelden. En die leerde ik gewoon erbij toe. En ik vulde er eentje aan mijn database. En daarna kwam die weer voorbij en werd die herkend. Dat is de kracht van deep learning. Hoe zit het dan met OCR? Maar ik vond deze leuk om een vergelijk te maken met traditioneel vision. Ik heb hier kort ga ik vertellen hoe je dit met traditioneel vision doet. Dit is wel een uitdagende OCR-applicatie. Als je een OCR-applicatie hebt met folie en je print er tekst op, dan hebben we daar een heel mooi cameraatje voor. De IS-2001-230, die kan dat gewoon perfect in on the fly doen. Maar dan hebben we altijd teksten die mooi netjes geprint zijn op dezelfde manier. Daar staat natuurlijk het probleem met traditioneel vision op dezelfde manier. Als er veel variatie in zit, dan wordt dat lastig. Dat ga ik jullie laten zien. Deze flessen, als ik het zo zie, dit krijg ik voor elkaar. Geef mij 5 minuten en ik maak een OCR-applicatie die deze flessen kan herkennen. Maar dan heb ik dit ingeleerd. Ik ga deze karakters trainen, ook een reflectie erachterin. Onze OCR Max tool is goed, die haalt dat eruit. Die filtert dat ertussenuit. Wat we dan doen is, we geven parameters in voor de afmeting van de karakters. Perfect. Dan ga ik naar mijn tweede plaatje. Dan zien we hier in het midden dat die W, door mijn afmeting van karakters, die W wordt opgesplitst in 3. En zo zien we nog een paar karakters die een beetje vervelend worden. En dat komt ook door die ronding die erin zit. Nou, dat kan ik aanpassen. Ik kan de segmentatie aanpassen dat ik dit gewoon lees met traditioneel vision. Niets aan de hand. Het lukt me gewoon. Pas de parameters aan en dan leest hij gewoon die tweede code. Nou, komt er een derde code voorbij. Oké, ik moet even een paar dingetjes aanpassen. Ik moest nog wat karakters tunen. Maar inderdaad, je ziet, ik heb gewoon de karakters lezend. Dus het lukt mij om de eerste code te lezen. De tweede code lees ik niet. Pas ik even parameters aan. En ik heb de derde code. Ik heb hem gewoon lezend. Maar ik ga weer terug naar de eerste code. Wat gebeurt er dan? Hey, door mijn breedte aanpassing die ik gedaan heb, wordt de W weer niet gelezen. Dat komt omdat ik natuurlijk mijn karakterbreedte aangepast heb. Waardoor die smallere W nu erbuiten valt. Want daar ontbreekt een dot in. Door die reflectie die er zit. Dus
Ik heb aanpassing gedaan. Ik heb het laten lezen. Dan ga ik naar mijn eerste terug. Moet ik gewoon een nieuwe job maken? Dus ik heb een tweede job. Moet ik daarbij aanmaken voor als het niet wil? Oké, opgelost. Nou, hebben we een marketingman. Die hebben natuurlijk weer bedacht dat ze een leuk achtergrondpatroontje op die fles willen zetten. Met een relief erin, want dat ziet er in de winkel mooier uit. Gaat de verkoop omhoog. Maar door die relief op de achtergrond zie ik dat mijn OCR-tool gaat failen. Dit is weer een nieuwe uitdaging. Ik moet weer heel veel parameters aanpassen. Als het me überhaupt gaat lukken om die camera dit te laten lezen. Heel veel variatie waarbij ik iedere keer terug moet grijpen naar aanpassingen. Nou is dat geen probleem. We hebben een mooie vision view waarop je die segmentatieparameters kunt aanpassen. En dan kun je dat gewoon on the fly kun je dat wel aanpassen. Maar het is een ongoing proces waarbij je zeker door die variatie wat uitdagingen krijgt. Zeker als we dan deze lezend hebben en we gaan weer terug naar de eerste code. Dan wordt het moeilijk. Nou hebben ze bedacht om doorzichtige flessen te gaan nemen. Dit waren nog niet transparante, doorzichtige flessen. Waardoor reflecties nog weer lastiger zijn. De contrast weer veranderen. Ja, dan moet je geven om te zeggen van ja, deze applicatie, dat gaat hem niet worden. Als we dit van tevoren hadden geweten, dan waren we er niet aan begonnen. Maar, als we kijken naar deep learning. Ik heb hier een kleine beeldenset ondertussen verzameld. Hoe gaan we dat dan doen met deep learning? Nou, ik begin met dezelfde applicatie. Ik pak dezelfde fles weer. Ik heb dezelfde beelden weer genomen zometeen. En ik ga kijken naar deze beelden. Nou, ik heb daar die code weer staan. Die staat hier linksonder in beeld. En ik ga dit aanbieden aan mijn deep learning. Hoe gaat het dan in de praktijk? Nou, ik verzamel beelden. Nou ja, ik had die 6 beelden van net. Die heb ik gewoon weer verzameld. Ik heb een compacte beeldenset. Een 20, 30 beelden kan al voldoende zijn voor een goede deep learning algoritme binnen de Cognex Vidi. En dat is een uniek iets. Ik heb geen tienduizenden beelden nodig. Ik hoef de beelden ook niet te uploaden naar een Google of een cloud server. Waar de beelden geshared worden met de Google Analytics of wat dan ook. Nee, ze blijven lokaal op jouw PC. Generatie wordt lokaal gebeurt dat. Je hebt geen internetverbinding nodig. Voor het definiëren van de eigenschappen en het labelen en identificeren. Ik geef gewoon aan. Dit is de 0, dit is de 8, dubbele punt, 5 en 7. Vervolgens ga ik het model trainen op basis van die 20 beelden. En ik ga daarna met een nieuw beeld controleren van, hey, klopt het inderdaad wat ik verwacht had? Als dat klopt, zeg ik, goed zo, sleutel op de deur en draaien met de applicatie. Die 4 stappen, die zijn voldoende om een deep learning applicatie te maken. Compacte beeldenset, je labelt ze, je traint ze en je gaat draaien. Wat nou het voordeel is van de Vidi Cognex Deep Learning OCR tool, is dat we out of the box een pre-trained OCR-fonds hebben, waarin bijna alles al herkend wordt. Dus al die labeling die je doet, elk karakter hoef je niet opnieuw te labelen. Je pakt gewoon het OCR-fonds en in dit geval, je ziet het, meer dan 90% wordt gelijk al gelezen, bijna 95% van de karakters worden herkend. Deze, die rood omcirkeld is, die wordt niet herkend. En waarom niet? Nou ja, dit zou een C kunnen zijn, een G of een 0. En dat weet de deep learning niet en dan presenteert hij hem ook niet aan je. Wat je dan kunt doen is die label je opnieuw. Je trekt er zelf een, je klikt er zelf aan, je maakt er een vakje omheen. En je zegt tegen de deep learning, dit wat je hier ziet, dat is een nul. Net als Ronald vertelde met zijn kleindochter dat hij het huis liet zien. En dat hij vertelde, dit is een huis, doen wij dit met een nul. Kijk, dit is nou een nul, dit is een nul en dit is een nul. En we passen de features aan, afmeting passen aan en we trainen de video opnieuw. We voegen gewoon die nul toe aan de deep learning. En aan het OCR-fonds, dan zul je bij een volgende afbeelding zien, dat zijn dezelfde beelden, dat hij eigenlijk die A al herkent en alle andere karakters, ook die W die breder is, die P en die R, die hebben we nog niet getoond, die moeten we even opnieuw labelen, even bevestigen dat het inderdaad de P en de R is en die andere karakters. En als je dat gedaan hebt, ga je die toevoegen aan je OCR-fonds. Je toont gewoon de variatie en alle variatie die je toont wordt meegenomen in de algoritmes. Zolang je daar consistentie in hebt, gaat het helemaal perfect. Dan heb ik inderdaad op basis van die 6 beelden heb ik dit getraind. Hoe ziet dat er nou uit als ik al die beelden voorbij laat komen in mijn Vidi-applicatie? Nou, het mooie is, ik heb hier dus een applicatie gemaakt, dat is een user interface. Je kunt er wat settings gaan doen, je kunt er wat aanpassingen doen, een labeling als je wilt. Maar ik heb een applicatie gemaakt waarbij ik dus het toon. En hier zien we ook inderdaad dat we gaan inzoomen op die objecten. Als ik even kijk naar die 2 en die G, die worden gewoon herkend. Transparante fles, niet transparante fles. Echt transparant met reflectie eroverheen. Gedraaide flessen.
alle varianten die we kunnen bedenken. Spatiëring die heel groot is. Aan de zijkant waar die tekst in elkaar loopt. Elke variant wordt gewoon gelezen. Dit is iets wat ik echt niet voor elkaar krijg met traditioneel vision. Hier komt de superioriteit van een neuraal netwerk naar voren. Want als wij die teksten kunnen zien, wij zien ze en wij lezen ze ook direct. Dat is eigenlijk ook deep learning. Je laat iets zien en je leest het gelijk. Kortom, hoe herken ik een deep learning applicatie? Nou ja, eigenlijk heb ik het antwoord denk ik al verteld. Applicaties die eerder niet op konden worden gelost met traditioneel vision, liepen vaak tegen de problemen aan dat er heel veel variatie was. En er werd er gezegd van, ja, maar ik zie het toch wel. Nou, als je het kunt zien met je menselijk oog in één oogopslag, maar je kunt het niet oplossen met traditioneel vision, laat het ons weten. Wij denken dat we met Vidi een hele goede kans hebben, met deep learning, een hele goede kans hebben om dit op te lossen. Ik denk echt dat het serieus overwegen waard is om inderdaad die applicatie uit de doos te halen en nog eens even opnieuw te valideren. Maar ook applicaties die al nu draaien, waarbij je zegt van ja, ik heb continu wat aanpassingen nodig, het loopt allemaal nog niet zo lekker. Dat zijn ook applicaties waarbij we met de deep learning aan de gang kunnen. Waarom? Nou, wij combineren deep learning met traditioneel vision. Het is niet of vision traditioneel of deep learning vision. Nee, wij combineren beide werelden. Wij pakken van beide werelden dan allebei het beste. Dus het stukje wat dan niet lukt met traditioneel vision, kun je met deep learning aanvallen. Zo kun je dus inderdaad applicaties maken die je kunt meten, positioneren en een stukje herkenning. Dat is nou het mooie van die Cognex deep learning manier. Dat je gebruikt de Cognex toolsets en we hebben er deep learning aan toegevoegd. Maar ook applicaties waarbij nu menselijke interpretaties worden toegevoegd. Waarbij je dus inderdaad zegt van nou, ik heb appels, de grote appels moeten links, de kleine appels moeten rechts. Als je heel de dag kleine appels krijgt, dan is het een iets grotere appel die nog steeds klein is, is dan een grote appel. Dat is de operator. Hè? Als je zegt van nou, de donkere moeten links en de lichte moeten rechts, de kleine links, de grote rechts. Als je alleen maar kleine ziet, ga je geven een iets kleine, iets grotere kleine, wordt dan als groot gezien. Deep learning is consistent en dat is de kracht van vision natuurlijk. De algoritmes worden altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd. Niet als, als Nederland gewonnen heeft met voetbal. Ja, voetbal is er niet zoveel gespeeld. Maar als er dus inderdaad een andere sfeer hangt, dan ga je niet andere interpretaties krijgen. He, je bent in een goede bui, daardoor vind je meer goed. Je bent in een slechte bui, daardoor vind je minder goed. Dat zie je niet bij deep learning en bij traditioneel vision. Het is consistent. Iets aanbiedt op de ene manier, zal het altijd op die manier ook geïnspecteerd worden, of het nu maandagmiddag is, woensdagochtend of vrijdagmiddag. Maakt niet uit. Kortom, als je een defect kunt zien met het menselijk oog, je kunt heel goed onderscheiden of het product A is of het product B, maar je kunt daar niet echt een algoritme voor bouwen, dan is deep learning geschikt voor je. Dus OCR-applicaties, lastig, metaal, glimmend, moeilijk, variaties die je zelf heel snel kunt zien, maar moeilijk kunt bevatten in een algoritme, dat is perfect deep learning. En als je twijfelt over een applicatie of je hebt vragen erover, contacteer ons en wij kunnen goed advies daarin geven. Als laatste een sneak preview, want wat komt eraan? We hebben natuurlijk deep learning. Deep learning draait al een tijdje binnen de Cognex algoritmes, binnen de Cognex platformen. Maar wat er echt bijzonder zal zijn, is dat we inderdaad een insight krijgen, een insight camera, een smart camera, met deep learning geïntegreerd. Ook weer die compacte behuizing, Ethernet aansluiting, IO aansluiting, geïntegreerde lichtbron, de D900, geeft je de deep learning gewoon in je eigen handen. Dan zien we dus inderdaad dat we een combinatie hebben met traditioneel vision en deep learning. Het voordeel is, je kunt werken met een beperkte beeldenset. Ook is er geen koppeling nodig met een cloud database. Je hebt een smart camera, oftewel all-in-one. Dus ook geen aparte PC nodig, geen speciale PC nodig met de Windows updates en alle perikelen van dien. Daarnaast heb je natuurlijk geen programmeerkennis nodig aan de lijn. Net als de PC is die ook niet nodig aan de lijn. All-in-one containing item met deep learning geïntegreerd. Werkelijk revolutionair en inderdaad binnenkort beschikbaar voor jullie. Dus meld je aan voor onze nieuwsbrief. Of als je zegt van nou, ik wil met deep learning wat gaan doen, stuur ons gerust een mailtje naar info@isotron.eu
of naar mij, ons support@isotron.eu. En we gaan kijken inderdaad of we de deep learning applicatie ook bij jullie als goede oplossing kunnen introduceren. Het voordeel is inderdaad, het is gewoon bereikbaar. Het zal ook inderdaad in die smart camera interface geïmplementeerd zijn. Dus blijf inderdaad ons volgen. Dan zul je inderdaad als eerste op de hoogte zijn van dit nieuws. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie aandacht.